hier is hij, de world champion Jeroen Dubbeldam. Bravo! Oeh, braaf. Goedenavond allemaal, dames en heren. Jongens en meisjes, ga ik vanuit dat die er ook bij zijn. Welkom op de terreinen van de familie Schuttert. Op het schitterende concours hier in Ommen, de Jumping de Driehoek. Goed, ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat in grote lijnen het belangrijkste is aan u uit te leggen hoe wij ons voorbereiden. Het springparcours, dan kun je natuurlijk, dit is nog maar laat. Dus we zeggen jongens, nou ook maar één keer nog een keer hoger op. Het is toch altijd een leuke muziek voor mensen. Blijf dan toch bij mij, luistert hier op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ja, kijk. Het is al heel anders als 9 voorsprongen. Controle vooruitrijden. Vooruitcontrole is zo moeilijk als terug uit te komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk, nu zit hier dat ik 7 rotsprongen rij, een klein beetje druk. De lijn maar 7 keer wat hoger. Je ziet dat ik dan 7 rotsprongen rij, in de druk. En dat die mooie bij mij blijft. Ondanks dat ik voorwaarts probeer, blijft die bij mij. Nou, dat is iets, daar wil ik naar op zoek. Ik wil naar op zoek dat ik voorwaarts ga rijden in mijn koer. Dat ik niet vlucht om mij. Dat ik bij mij blijf, dat ik steeds de baas blijf, ondanks dat ik voorwaarts rijd. Zo ben ik mee gaan spelen thuis, overheen wissen, met een afstandje ertussen. En steeds daarmee dat hersenen een klein beetje verleggen, hoe ver kan ik daarin gaan? Waar reageert die best op? En ook voor jezelf om te weten, wat kan die het best? Want we kunnen bijvoorbeeld wel die 7 rondes omrijden, of 6 rondes om straks. Mooi als je kunt, maar straks moet je het ook straks weten. Als je in moeilijke situaties komt in de grote prijs, waar je opties zijn, dan moet je wel eens spelen met afstandjes. Voor jezelf heel goed weten, wat is het beste voor mijn paard? Is die 5 rotsprongen naar voren de beste opties? Spring je daar het beste in? Of is die 6 rotsprongen terug misschien wel beter? Heeft hij daar meer kans om de hindernissen te overwinnen? Dat zijn dingen die je voor jezelf heel goed moet oefenen, weten van je paard. Precies weet, dit is de beste keuze voor mijn paard om te doen in dit parcours, op dit lijntje. Gaan we nog een keer doen. Iets hoger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6. Oh, ik kom maar van de oksel aan het stijl. Gaan we dat nog een keer doen? Ik ben perfectionist, daar was een stapje verder. Als je dit goed voor elkaar hebt, en ik vind de 6 rotsprongen rij op de vliegende. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Kan je die 6 rotsprongen hier maken? Natuurlijk kan je die 6 rotsprongen hier maken, dat is het probleem niet. Alleen houden kan nog wel de controle, want die stelsel die daarvoor staat, daar wil je een goede controle hebben. Daar wil je 6 rotsprongen uitmaken. Als ik dat dan nog niet kan, als ik daar nog niet klaar voor ben, of als ik die 6 rotsprongen hier heb gekregen, dan moet ik toch nog even bij mijn 7 rotsprongen blijven, om de controle te houden op die stelsel daarna weer goed te kunnen springen. Dus zo ben je steeds bezig om zo'n parcours helemaal eigenlijk te verleden. En wat het beste is om elk lijntje voor jouw paard te doen. En ook weer daarbij je achterhoofd hebben dat er na het lijntje weer een hindernis komt. We gaan die 6 rotsprongen rijden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo, en dan moet ik weer terug naar de controle. Ik sta op die zelfstand. 7. Zie je dat verschil? Dan krijg je 7 rotsprongen op het lijntje en daardoor krijg je meer controle op de stelsel daarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, waar? Het functioneert wel goed. En luister naar mij. Goed, perfect.
Goed. Dank u heel duidelijk. Nou, ik kan het niet wel vragen, meneer, heb ik hier ook iets voor jou te doen. Dus als je helemaal het respect met het paard weg wil halen, dat je echt alleen maar jij de baas en het slaaf is, bij wijze van spreken, even zo'n kop te zeggen. Stel hij de rugbereik voert, het zal heel sterk en leer zijn. Wat we regelen op de ski. Ook weer, wat ik net al zei, voorwaarts controle die moeilijke richtjes. De terugwaarts controle. Je kunt u daar veel kijkplezier bij. En deze dagen nog veel plezier hier op de Koe en Omme. Dank u wel.